IPv4, IPv6. Het is iets nieuws. Je hoort er tegenwoordig heel veel over. Wat is dat nu feitelijk? Het is een beetje vergelijkbaar met de Belgische autoplakken. De mogelijke combinaties zijn dus allemaal op. Dus moeten ze nu een andere vorm van nummering gaan uitvinden. Dat is wat er bij de autoplakken gebeurd is. En het is iets soortgelijk met de IP-adressen. IPv4 zijn bijna allemaal bezet. En men gaat dus over naar IPv6. Dat wil dus zeggen dat in de toekomst er IPv6 IP-adressen gaan rondgestrooid worden. Nu gaan er websites gemaakt worden voor IPv4, zo is dat momenteel. En in de toekomst voor IPv6. Ik heb de test gedaan en daar staat dat ik via mijn verbinding heel goed kan surfen met de browser die ik gebruikt heb, maar dat het ding niet klaar is voor IPv6 en dat ik in de toekomst niet ga kunnen surfen op IPv6-only websites. Het is een beetje ingewikkeld. Ik ben een leek. Ik versta er eigenlijk vrij weinig van. Moet nu wel zeggen, ik ben dat gaan twitteren. En ik heb onmiddellijk een reactie gehad van Samuel de Bruin. En die stelt mij gerust. Hij zegt: je kan zelf niets doen aan IPv6 ondersteuning. Dus ik hoef er ook niet van wakker te liggen. Bedankt Sam voor de Ik heb reactie. ondertussen wat research gedaan, wat vragen gesteld via Twitter en wat opgezocht via Google. Ik ben ondertussen een aantal dingen te weten gekomen. Om te beginnen, wat is IPv6? Wat is IPv4? Het is gewoon IPv4 is de Internet Protocol version 4, IPv6 version 6. Zoals ik al gezegd had, gaat het dus over het feit dat internetprotocoladressen op zijn en moeten ze nu daar iets op vinden. Dus hebben ze IPv6 uitgevonden. Ik krijg hier de melding als ik die test doe op internet dat mijn toestel perfect werkt via IPv4, maar dat er natuurlijk geen IPv6 is, want er is geen IPv6 toegewezen, want ik gebruik IPv4. Ik heb dat gedaan op de iPad, ik heb dat gedaan op de computer en ik krijg telkens dezelfde melding. Nu, dat was een beetje raar. Ik ben dat gaan opzoeken. Ik werk via een wireless router. En wat is dus het geval? De wireless router heeft de internet protocoladres. Alle toestellen die erachter zitten gebruiken diezelfde poort om via de wireless router dan op internet te surfen. Dus is het eigenlijk zo dat je één IP-adres hebt, die zit op de router, en dat IP-adres wordt gebruikt voor de iPad en voor de iPhone en voor de laptop. Samuel heeft mij ook gezegd dat ik er eigenlijk niet moet over inzitten dat ik in de toekomst dus geen IPv6 only websites ga kunnen bezoeken, want die bestaan toch nog niet. Dus mijn ISP zorgt voor de overstap van IPv4 naar IPv6. En dan moet je enkel nog weten wat de ISP is. Dat is de Internet Service Provider. Dus dat is in mijn geval Telenet. En de goede vrienden van Telenet, die zullen er dus voor zorgen dat de overstap naar IPv6 zal gebeuren en ik dan waarschijnlijk in de toekomst wel zal kunnen surfen. Vervolgens wil ik nog iets heel raar vertellen. Dat volledig naast de kwestie is. Dit heeft niets meer te maken met IPv6, IPv. Dit heeft te maken met filmen. Ik bekijk mezelf nu via de webcam, terwijl ik jullie filmpje maak. En als ik recht in de. Nu kijk ik recht in de cameralens en nu kijk ik recht in mijn eigen ogen. Dus als ik aan het praten ben, dan lijkt het of ik wel recht in de camera kijk, maar ik kijk eigenlijk recht in mijn eigen ogen. Nu kijk ik recht in de camera. En zie je een beetje het verschil? Het is een beetje raar. Ik ben dan ook een raar mens. Oké, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat je er iets van hebt opgestoken. Ik in elk geval wel. Samuel de Bruin, bedankt voor de informatie. Mensen, blijf twitteren. We vinden het, we zoeken het, we vinden het, we delen het, we raken er wel uit. En zoals Sam zegt, maak jullie geen zorgen. Wordt toch nog niet gerezigd. Bye.